Op Instagram heb ik een tijdje geleden gevraagd wat jullie graag van mij zouden willen zien als content. En daar kwam uit reviews. En als eerste kwam er uit de make-up reviews. Dus ik ben naar de winkel gerend. En ik dacht, ik wil iets vegan en cruelty-free. Maar ook iets wat betaalbaar is voor eigenlijk, nou ja, iedereen. Ren vooral naar de winkel. Want daar heb je Make-up Revolution. En daar ga ik deze look mee creëren. Dus dan kunnen jullie kijken hoe ik dat doe. En dan horen jullie op het eind ook wat ik vond van deze twee palettes. Dus blijf vooral kijken. Als je dit soort content tof vindt, duimpjes. Subscriben, wat abonnee zou ik helemaal fantastisch vinden. Want dan zie je gewoon de video's van mij voorbij komen. En als jij andere dingen van mij wil zien, andere reviews, andere soort reviews, laat het me weten. Zet even comments beneden in het balkje. Kom, ik ga me opmaken. Nou, wat ik als eerste altijd doe, is eventjes mijn ogen primen. Want dat maakt echt een verschil van dag en nacht als het gaat om hoe goed je make-up blijft zitten en hoe goed het te zien is op je ogen. Dus daar begin ik nu mee. Dan doe ik eventjes een poeder eroverheen. Want dat is iets wat. Er blijft namelijk niet alles zo aan je ogen plakken. Of aan je primer. Nou, en dan ben je dus eigenlijk gewoon klaar om te beginnen met je make-up. Nou, zoals ik al had aangegeven, begin ik vandaag met Courage. Ik begin met deze kleur hier. Dit is namelijk een hele mooie transitiekleur, vind ik. En die gaan we dus hier zo toe. En het stomme is, ja, heel veel mensen doen het niet. Ik wel. Ik begin altijd met mijn mascara al op, aangezien ik van die blonde haartjes heb. En ik altijd heel dichtbij de wil komen, omdat ik anders van die blonde plekjes overhoud. Begin ik dus met mijn mascara, zodat ik alles eventjes van mijn ooglid kan afhalen. Op het moment dat ik ga beginnen met mijn echte make-up. Hieronder nog een heel klein beetje. Ook een beetje als transitie. Of als dadelijk. Echt, deze spiegel is ook echt fantastisch, kan ik je melden. Is echt heel erg fijn. Nou ga ik even op zoek naar een andere kwast. Deze. En dan ga ik naar deze kleur hier. Die is iets donkerder. En die ga ik dan aanzetten hier in de hoeken. En wat echt heel belangrijk is blijven blenden. Blijven blenden. Ik doe het dus ook onder mijn ogen. Hier ook onder. En natuurlijk hier. Zoals je kan zien, deze kleur is ook echt goed gepigmenteerd. Ik trek hem altijd ietsjes omhoog. En bij twijfel ga terug naar die eerste kwast. Ga eventueel terug in de eerste kleur. Voor mij hoeft dat nu niet. Maar ik wil wel echt zeker weten dat alles gewoon netjes geblend is. Dus bij deze. Huilen. Nou, weet je, op zich, dit alleen zou al een hele mooie look zijn. Gewoon, je hoeft niet eens wat hier in het midden te doen. Of aan de binnenkant. Maar ja, weet je, ik wil dat natuurlijk wel. Want ik wil jullie alles laten zien. Nou ja, je hebt hier natuurlijk heel veel verschillende kleuren om uit te kiezen. Er zitten heel veel kleuren bij waar dus glitters in zitten. En wat je daarmee kan doen is of het gewoon met een droge kwast op je ogen doen. Komt die vaak wat minder heftig uit, laat me zeggen. Als je echt zegt, ik wil die glitters gewoon heel goed zien. Gebruik of een natte kwast, dus sprits hem even nat. Kan gewoon met water, hoef je helemaal geen gekke dingen voor te doen. Of doe het met je vinger. En dat is wat ik vaak doe, want dan. Ja, dan komt het gewoon net wat meer uit. En dan kun je het ook net weer wat mooier blenden. Dus ik zit alleen even te kijken welke kleur ik ga doen. Ik denk dat ik deze. Volgens mij heb ik deze nog helemaal niet geprobeerd. Oeh. Zie, dat kun je ook al zien. Als je er heel eventjes in gaat, maar met je vinger, dan heb je al een heleboel payoff. Oh, jouw. Deze had ik nog niet gebruikt. En als ik dit zie. Word ik al blij? Ik ga denk ik deze kleur eens pakken.
En dan doe ik die in het midden, zodat ik die donkere kleur bruin met het goudige wat meer kan connecten samen. Let's give it a shot. Klein beetje. Klein beetje. Ik kan namelijk, kan het net doen. Dit is echt wel een hele mooie kleur. Hè? Ik vind het ongelooflijk. Ik heb aardig wat duurdere merken in mijn collectie, in mijn make-up collectie. En deze is echt heel erg fijn. Voor mij, Jeffree Star gaat boven alles. Jeffree Star ruled alles. Maar ja, dat is gewoon qua prijsklasse net even wat anders dan deze die je gewoon voor 12 euro kon krijgen. Dus ja, in die wie ik net had, zit geen goede zwart. Zit geen zwart überhaupt. In de Integrity, in deze, zit het wel. Dus ik ga even de zwarte hier onderin gebruiken voor het lijntje te zetten. Want ik zet altijd een lijntje met oogschaduw. Tony heeft genoeg van me gekletst, dus die stapt van de bank af. Blijft toch bij me? Oh, hij gaat toch, hij blijft toch lekker liggen. Even kijken, dus ik ga met een eyeliner, pincetje, in een zwart. En kijk, ook die pigmentatie is echt gewoon super goed. Hieronder doe ik ook nog een klein hoekje, niet te veel. Waar ik ook dol op ben, is wat highlight hier. Dit is ook, het is helemaal niet veel wat je doet, maar toch is het zoveel. Beetje hier. Beetje hier. Nou, zo komen we al een heel eind. Wat ik wel altijd nog eventjes doe, is oogpotlood. Dat vind ik, bij sommige mensen zorgt dat je ogen wat kleiner worden. Dat is in mijn geval ook, maar ik heb daar niet zoveel moeite mee. Kijken of we niet dat rare mondje kunnen trekken. Kijk, ik vind dat dus net eventjes wat meer doen. Ik doe ook altijd hierboven. Zo. Ik denk dat er nog een klein beetje zwart. Klein beetje zwart. Hier in de hoekjes wil doen. En daarvoor heb ik echt een heel klein schat. Kijk nou! Een kleine beetje meer diepte. Zie je wat dat doet? Ik hoop dat je kan zien wat het doet. Nu ga ik heel eventjes mijn mascara pakken. Niet onbelangrijk, want mascara is alles. Ondanks dat ik al wat op heb. En ik ben ook nog zo iemand die gebruikt twee mascara's. Kom eraan. We're back. Mascara's. Essence. Mijn liefde. In dit geval mascara technisch gezien. Als jullie andere merken hebben waar jullie verliefd op zijn. Vegan, proefdiervrij, noem het dan maar op. Let me know. Wat ik altijd doe, ik begin 's ochtends met deze. Want deze is behoorlijk boom, laat maar zeggen. En als ik hem daarna wil bijwerken, gebruik ik deze. Want deze is wat zachter. En anders krijg je van die enorme spinnenwebben ogen. Ik hou er niet van zulke wimpers. Maar goed, hey, whatever flows your boat. Dan moet je vooral meerdere lagen van deze doen. Ik hou er dus niet van. Ik ga voor deze. Deze is behoorlijk dik ook. En daardoor is hij net even wat minder heftig. En dan naar boven kijken terwijl je je mascara op doet. Je weet dat dat killing is. En toch deed je het zojuist. Nou ja, qua ogen is dit het eigenlijk. Een highlighter. Ik gebruik geen foundation, want ik hou nou eenmaal niet van die dicht geplamuurde gezichten. Wederom daar, hey, als jij dat wilt doen, lekker je ding. Dus ik doe eigenlijk alleen ogen, highlighter, lippen. That's it. Meer wil ik niet. Ik had bij Essence, of van Essence, nagellakken. Ja, ook. Ook veel te veel. Lipstiften gekocht. En dit is daar één van. Als je niet houdt van hele erge geur en dus ook smaak in je mond van een lippenstift. Bijvoorbeeld als je ook uit eten gaat. Niet doen. Dan moet je deze niet doen. Als het je voor de rest niet uitmaakt en je hoeft niet te eten, whatever. Go for it. Ze zijn echt heel erg fijn. En wat ik heel fijn vind aan deze. Is dat ze zijn mat. Maar toch hydrateren ze je lippen als een tierenlier. En dat is natuurlijk in deze winterperiode heel, heel, heel erg fijn. Als je interesse hebt. Dit is nummer 6. Real van de This Is Me lijn.
van Essence. Ik vind hem heel erg fijn. En weet je, het is allemaal super betaalbaar. Ik weet niet eens meer hoe duur deze was, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar volgens mij zijn ze niet meer dan 3 euro. En dan denk ik, hoe kan het nou dat dit proefdiervrij en vegan is? En je voor andere merken ontzettend veel geld moet betalen. En die testen gewoon nog steeds op dieren. En gebruiken dierlijke producten. Ik begrijp het niet. Maar that's me. Oké, nou ja, dit is dus de look die ik heb gemaakt met courage. En een klein beetje integrity. Ik ben blij met ze allebei. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er heel erg weinig van verwacht. Want ik ging ze halen met het idee van, ja, hè, zo'n merk als dit, 12 euro voor een pallet met, hoeveel zit er nu? 18 kleuren per pallet. En voor 12 euro, ik dacht, dat kan niet. En het kan. Ze zijn echt, echt fantastisch. Dus helemaal met de feestdagen die eraan zitten te komen. Wil je zelf iets tofs? Wil je iemand anders iets tofs geven? En al geef je je nichtje van, weet ik veel, 10. Wil je die iets geven? Hier heb je gewoon iets goeds mee in handen. Echt, serieus. Make-up Revolution. Mijn complimenten voor wat jullie hebben gemaakt. Hetzelfde met deze lipstiften. Gewoon, weet je, ze zijn goedkoop, ze zijn goed, ze zijn vegan, proefdiervrij. What is not to like? Ik moet ook zeggen, de pigmentatie van deze, zoals je hebt gezien, zijn hartstikke goed. Speel een beetje met de glitters, of je wel of niet die echte glitters wil zien door je borsteltje nat te maken. Of het eventueel met je vinger te doen. Doe je dat niet, dan wordt het net even wat zachter. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die je zelf gewoon kan uitvigileren. Want wederom, met deze kun je gewoon heerlijk spelen. Want ja, het kan 12 euro voor een pallet. Dit soort dingen zou ik nooit kopen van een Jeffree Star bijvoorbeeld. Want dat vind ik gewoon te veel geld. En er zitten kleuren in die ik naar alle waarschijnlijkheid niet ga gebruiken. En in dit geval, ja, ik ben erin begonnen en ik ben er echt onwijs blij mee. Want er zitten gewoon hele mooie kleuren in. En ja, dat is gewoon echt, ja, ik ben fan. Gaat gewoon net even buiten je comfortzone. En ja, op zich hou ik daar wel van. Dus Make-up Revolution, ontzettende aanrader. En als jij nou nog meer van deze video's wil zien, laat het me vooral weten. Geef duimpjes, abonneer. Comment eventjes beneden. Geef ook tips en tricks. Hè? Laat me vooral weten. Als je denkt van nou, hel, hier moet ik aan denken. Daar moet ik aan denken. Want dan hou ik daar rekening mee de volgende keer. En ja, ik wil je bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende.